Vanavond. Didi en Romeine Taihutu kennen we als de Bitcoin-familie. Ze verkochten hun bezittingen om te investeren in bitcoins en nu reizen ze de wereld over. Ik ga straks praten met de familie Taihutu, beter bekend als de Bitcoin-familie. Ze verkochten huis en haard en investeerden in bitcoins en ze reizen nu de wereld over. So today we are visiting Secret Beach. We are looking for bitcoins. On Secret Beach, maybe we can find some cryptocurrency over there because it's a secret beach. A secret cryptocurrency beach, do you think? No. Ze kochten een hele hebben en houden en investeerden alles in bitcoin. Het leverde de familie Taihutu de titel The Bitcoin Family op en ze werden wereldnieuws. This family is living on a campsite in the Netherlands because they're big believers in Bitcoin. El emprendedor holandés Didi Taihutu remató su casa, su auto e incluso juguetes para apostar a la criptomoneda. Der Holländer ist Bitcoin-Millionär und spekuliert auch mit diversen anderen Kryptowährungen. Ich trade so mit 20% von unserem Gesamtkapital, so das muss ich jeden Tag ein bisschen checken. So. Didi, toch even nog om ons even bij het begin te beginnen laten. Waarom heb je hiervoor gekozen, voor dit bestaan? Voor dit bestaan? Ja, dat is een heel lang verhaal. Maar ik had een aantal bedrijven opgebouwd. En ik heb mijn moeder verloren toen ze 48 jaar was. Mijn vader was 61. Toen stierf hij aan een ziektekanker. En toen was voor mij de maat vol. Toen was voor mij gewoon een punt van... Wil ik dit leven wat ik nu leid blijven leiden of wil ik het omgooien? En toen hebben we eigenlijk samen gekozen om het om te gooien. Toen hebben we gezegd, we gaan gewoon eens een tijdje even ontspannen en de wereld rondreizen. En toen kwam de bitcoin wederom op ons pad. Ik zit al sinds 2012 eigenlijk in de bitcoin branch, als het ware. Ja. Alleen in 2016 kwam die weer heel duidelijk op mijn pad. Ik had 2 jaar niks meer gedaan. 2 jaar alles laten liggen doordat ik me bij mijn vader wilde bijstaan bij zijn ziekte van een jaar. Maar hij bleef me achtervolgen, die wonderschone B. En uiteindelijk kwam die weer op het pad. Heb ik gezegd, weet je, we gaan gewoon all-in. En all-in was alles verkopen wat je hebt? Alles. Ons huis, de auto's, mijn bedrijven, motor, fietsen, wat speelgoed van de kids, kleding. Ja. Mijn luxe merkkleding, gewoon alles. Alles. En al dat geld wat je daarmee opbracht, daar heb je bitcoins voor gekocht? Ja. Daar heb ik bitcoins voor gekocht. Ja. Om hoeveel geld ging het? Enkele tonnen. Enkele tonnen. Ja. En waar stond de bitcoin toen? We hebben ingekocht tussen de $800 en de $3,500. Ja. Juist. Nou, dan heb je een lekkere tijd gehad daarna, denk ik. Ja, hij ging in december naar een hele mooie hoogte. Naar $19,000 en daarna zakte hij ook weer een beetje terug. Ja, we hebben even een klein overzichtje waarin je ziet hoe die van hoog naar laag gaat. Ja. Is dit niet van de hartbewaking? Of is dit wel van de... Ja, dit is het wel. Even volantiel als de hart. Ja, je ziet hem daar iets beter. Ik kan me overigens wel voorstellen dat je ook alweer vrij chagrijnig dit jaar begint dan eigenlijk. Nee, helemaal niet. Kijk, wij zijn al ingestapt voor de lange termijn. En je ziet deze grafiek en je ziet hem naar 19.000 gaan en weer terug naar 6.000. En inmiddels staat hij weer rond de 10.000. Einde van dit jaar staat hij op de 25.000. Einde van volgend jaar staat hij op de 50.000. En over een paar jaar staat hij op een paar ton. Ja, maar dit zeg je met dezelfde wetenschap als een gelovige. Ja, dat zeg ik met dezelfde wetenschap als een gelovige. Ik zit er 12 jaar in. Dit is het gevoel wat ik ervoor gecreëerd heb. Dit is de wiskundige berekening die je erop kunt loslaten. Je kunt gewoon nagaan hoeveel geld er op de wereld is. En hoeveel geld er in bitcoin kan worden omgezet. En dan kun je ook berekenen hoe groot de groei kan zijn in de toekomst. Ja. Ja, geloof jij hem eigenlijk? Ja, je moet wel. Nou, ik moet wel. Nee, ik moet niks. Maar we zijn er wel samen over uitgekomen dat we dit samen willen doen, ja. Ja. Maar er zit natuurlijk geen enkele logica in die bitcoin, toch? Het vertegenwoordigt geen echte waarde. Het is niet zo'n aandeel van een bedrijf waarvan je denkt... nou ja, het bedrijf gaat goed, aandeel gaat omhoog. Of de markt wordt krap, aandeel gaat omhoog. Nee, op dat gebied moet je het dan vergelijken met goud. De logische waarde van goud is er niet. Er was vroeger een cowboy die reed op zijn paard en die zag een geel steentje. En die zei, nou, dit is goud en dit is €400 waard. En iedereen geloofde hem. En zo is goud ontstaan. En bitcoin is de digitale versie. Als wij over 10 jaar dadelijk allemaal fijn met onze drones over de wereld vliegen... en denk je dan werkelijk dat we nog met blokjes goud naar de groenteboer gaan... om een grammetje eraf te schrappen om te betalen. De wereld gaat digitaal. Ja. Geld gaat digitaal. En de waardevaste valuta's gaan ook digitaal. Deze droom, daar heb je je vrouw in meegenomen. Maar ook de 3 kinderen, Jolie, Juna. Jolie is 12, dacht ik. Juna, 11. En Jessa... Daar, jij wordt straks 8, geloof ik, hè? Ja.
Over een paar uurtjes. Morgen. Ja. Nog even, wie van jullie gaat er naar school eigenlijk? Geen. Niemand? Nee. Nee, ik kan me voorstellen dat dat even leuk is. Maar is het na een tijdje ook nog leuk om niet naar school te gaan? Is het natuurlijk leuk om niet naar school te gaan en geen huiswerk te krijgen. Maar je zit wel de hele tijd met je vader en je moeder en je zusjes. En dat kan heel irritant zijn soms. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Maar en ook dat je niet echt vriendjes en vriendinnetjes kan maken als je een beetje zo van hot naar haar reist. Nee, dat niet. Maar ik ben even naar de middelbare geweest en daar heb ik best wel vrienden en vriendinnen gemaakt. En die app ik, die Skype ik. En zo hou je toch wel het contact. En hoe houd je, hoe zorg je ervoor? Je hebt wel vriendjes en vriendinnen, maar is het niet kwalijk dat ze geen onderwijs volgen? Ja, daar zijn we nu. Ja, die vraag zal die waarschijnlijk aan mij zijn. Dat is nu waar we zijn. Ik wilde daar nu voor naar de ouders toe gaan, als je het goed vindt. Nee, ja. Jullie zijn daar verantwoordelijk voor. Ja, wij zijn daar zeker verantwoordelijk voor. Maar dat is een hele bewuste keuze ook. Kijk, in eerste instantie hebben we ervoor gekozen dat we het eigenlijk met het onderwijs van Nederland wilden redden. En we hebben een hele nette aanvraag bij het onderwijs en bij de leerplichtambtenaar ingediend om vrij te krijgen vanwege ons beroep. We zijn een familie geworden die een kans heeft gepakt. En die kans die vormt zich nu aan de Bitcoin-familie. Waardoor we gewoon de hele wereld eigenlijk op een hele mooie manier kunnen rondreizen. En ik heb daar mijn best de eerste 7 maanden in gedaan om de kinderen homeschooling aan te bieden. En toen zijn we thuis gekomen. En toen zijn ze ook allemaal een klas overgegaan. Dus ik had mijn werk ook gedaan, maar toch werd ik gestraft. Thuis een klas overgegaan? Sorry? Waar zijn ze in de klas overgegaan? Zij is naar de middelbare school gegaan, de tweetalig VWO. En alle anderen zijn in de verder klas. Achterstand. Ze hadden 9 maanden in school gehad, maar ze gingen verder. Dus maar ik werd daar toch voor gestraft door de rechter. En toen heb ik gezegd, nou, dit klopt niet. Kijk, en wij kiezen voor een toekomst voor de kinderen waar ze dadelijk gewoon heel vrij zijn. En waar kinderen gewoon eigenlijk worden voorbereid op een toekomst die er ook gaat komen. Kijk, het reguliere lesmateriaal tegenwoordig, dat is nog van de industriële revolutie, dat materiaal. Dat bereidt de kinderen voor op productiewerk en op werkzaamheden die wij dadelijk door de wijzigingen van de blockchain en de bitcoin nooit meer zouden. Is er nu een soort dagelijkse discipline? Want je leert op school van alles natuurlijk. Je leert omgaan met leeftijdgenootjes. Je leert taal, je leert rekenen, je leert allerlei basale dingen. Zeker. Hoe leren jullie dat nu de kinderen? We hebben de laatste 4 maanden hebben we in Thailand met ongeveer 40 gezinnen samen gewoond met ongeveer 80 kinderen. Ja. Die dagelijks sociaal contact met elkaar hebben in Duits, Nederlands, Engels. En daarmee ook dadelijk oefenen met taal en rekenen. Dat hebben we ook bewust voor gekozen. Want de eerste reis die we hadden gemaakt, die was 7 maanden. Toen hebben we heel veel rondgereisd. Ja. Dat was super. Maar op een gegeven moment ben je gewoon ook een beetje zat dat je steeds moet inpakken en weer weggaan. En de vriendjes en vriendinnetjes krijgen niet echt een band. En nu hadden we dan hiervoor gekozen. We hebben 4 maanden in Thailand op dezelfde plek vertoefd. En daar ook gewoon het dagelijkse leven voortgezet. En hoe lang willen jullie dit nog doen? Nou, zolang als het kan. Kijk, weet je, het is voor ons een avontuur. Het kan zijn dat jullie over 2 jaar zegt, ik ben er klaar mee. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Het is een avontuur. Het loopt steeds maar door. We hebben nu door een bedrijf, XYZ, het bedrijf heeft ons, maakt het nu voor ons mogelijk dat we gewoon Europa gaan doorreizen. En dat wij met een Europa-tour gewoon weer overal interviews kunnen gaan doen met mensen die in de Bitcoin zijn. Of bedrijven die Bitcoin accepteren. Dit gaan we weer vloggen en bloggen en communiceren naar de rest van de wereld. Om te laten zien dat de Bitcoin al veel verder is als wat de meeste mensen denken. Maar heeft u zich eigenlijk ook, los van het feit dat u het avontuur zoekt, ook wel eens afgevraagd of het ook goed is om uw kinderen mee te nemen in het avontuur? Ja, hebben we ons zeker afgevraagd. Kijk, we zijn natuurlijk verstandige mensen. We zijn niet de domste. Ik denk dat sommige mensen zich dat wel afvragen. Ja, zeker. Kijk, en die mensen laten we ook vrij in hun mening. En ik hoop dat de mensen mij ook vrij laten in mijn mening. Kijk, wij hebben ervoor gekozen dat we liever een paar. U heeft ervoor gekozen. Wij hebben ervoor gekozen. De kinderen niet. Die moeten mee. Ik zeg ook heel duidelijk, wij hebben ervoor gekozen dat we een paar kinderen willen opvoeden die creatief en innovatief zijn. Dat zijn de kinderen die we nodig hebben in de toekomst. We hebben geen robots meer nodig die achter een lopende band staan. De wereld verandert. De blockchain en de bitcoin gaat de wereld zo decentraliseren en veranderen dat die als u met elkaar in het zwembad springt, dan leren ze daar toch niet zoveel van? Ja, maar dat is niet alleen het zwembad. We doen ook homeschooling. Jolie, het gaat over jou, hè? Die discussie. En over je twee zusjes. Wat vind je daarvan? Is dit iets wat je vaak hoort? Ja, heel vaak hoor ik van, maar jullie leren niks op de reis, maar we hebben zo vaak moeten met Engelse mensen praten of we moeten iets uitrekenen en toch leren we het, terwijl we het niet doorhebben. Maar ja, we leren anders, maar we leren toch wel, denk ik. Ja.
Het is gewoon waar je voor kiest. Kijk, weet je, Nederland, Duitsland en Griekenland zijn de enige landen van de EU die nog vasthouden aan het ouderwetse schoolplicht in plaats van leerplicht. Kijk, landen zoals Frankrijk, waar je gewoon één keer per jaar als gezin zijn een test kunt afleggen. En waar je gewoon kunt zeggen, waar de overheid zegt, nou, als jij die test goed aflegt als kind zijn, dan hebben je ouders de homeschooling goed voor elkaar. Doe je dat niet goed, moet je het jaar daarna naar school. Dit is modern denken. Het is niet meer modern denken om een kind met 24 kinderen, 16 vierkante meter, achter een broodje te laten leren. Dit is niet de toekomst. Mag ik iets over vragen? Want u had net over de rechter. En de rechter die was het niet met u eens. Is die rechter dan gek of zo? Nee, die rechter was het niet met me eens omdat ik een strafbaar feit had gepleegd. Ik had natuurlijk geen akkoord gekregen. Maar die rechter heeft me daarna ook netjes het advies gegeven wat ik wel moest doen. En dat hebben we dit keer gedaan. Op het advies van de rechter. Er is een boek. En het boek van de Bitcoin Family is te downloaden. Je kan het ook aanschaffen tegen betaling van Bitcoin, hè, geloof ik. Tegen betaling van Bitcoin of gewoon een tientje, een euro's. Ja, dus vanaf vandaag is het live. Ja, ja. Dus vandaag gaat het live. Oké, okay, en we volgen jullie. Dank je wel. Super. Dank je wel. Waar gaat de reis naartoe? We beginnen denk ik in Zweden, Noorwegen, Denemarken en dan de rest van Europa. Goed opletten, hè? Ja. Dit was hem. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Wilt u een uitzending van Pauw bijwonen? Dat kan. Ga naar tvtickets.nl en proef de sfeer. Het smaakte zo goed, het smaakte naar meer.